is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't. Nou, ik heb heel lang niet naar gekeken. This is a place where I feel at home. Een warme bad waar ik er vandaan kom. Zo voelt het. Ik ben geboren in Iran, ten noorden, in de Kaspische Zee. En ik heb een heerlijke jeugd gehad, zorgeloze jeugd, met een werkende moeder. Mijn vader was ondernemer. En ja, we gingen vaak picknicken buiten. Heerlijke tijd. In 1979 is Marjan 15 jaar oud. Het jaar waarin de islamitische revolutie uitbreekt en Ayatollah Khomeini de macht grijpt. Het leven in Iran verandert drastisch, vooral voor vrouwen. Marjan komt in politieke opstand en wordt gearresteerd. Ik ben in de gevangenis 18 geworden. Met heel veel meiden waren we opgesloten in één kamer. Wat dat ook een cel heet. En dan midden in de nacht gaat de deur open en dan worden die namen geroepen. En dan zeggen ze, nou, doe je blinddoek op en je chador om en kom. En dan ga je even rechtop zitten om te kijken van, je ziet iemand voor je ogen weggaan en je weet dat hij niet meer komt. Ja. Dat is gewoon heel heftig, ja. En die belt zonder dat het iedere gezicht bij mij nog heel concreet is. Die belt die heb ik er wel, die zie ik het regelmatig voor me. En ja. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. De kracht van het ontbreken van vrijheid was dat in Iran boeken worden geschreven met een soort verborgen boodschap. Nou, dat is het boek van Zwarte Visje van Samet Behrangi. Is een eigenlijk in haar eerste gezicht en haar eerste lezing een zeer onschuldige boek. Je kan ook beschouwen als een soort kinderboek. Het gaat over een zwarte visje die het gewoon tegen de wil van iedereen, van zijn vrienden en familie, gewoon erop trekt. En wilt de wereld kennen. En het gaat niet om de wereld, het gaat gewoon om zijn vrijheid. En iedereen die hem tegen wil houden, iedereen die hem waarschuwt voor alle gevaren. Iedereen die het zegt van ja, maar daar in de wereld is geen plek voor jou. Of jij hoort het daar niet te zijn. En, maar hij gaat toch. Dus er zit wel heel veel boodschap in. Na anderhalf jaar in een cel staat Marjan plots weer op straat. Haar familie en vriend hebben zich enorm ingespannen. En smartengeld betaald om haar weer thuis te krijgen. Maar echt vrij blijkt ze niet te zijn. Je bent vrijgelaten onder voorwaarde dat je zal trouwen. Ik had een studieverbod. Ik mocht niet werken. En ik was gewoon buitengewoon boos, kwaad, woest. Dat zij boven mij hoofd hebben iets onderhandeld. En buiten mij om, waar ik helemaal geen aandeel had in de keuze. En ik heb me daartegen aan verzet. Niet mogen studeren was echt vreselijk. Ik leefde voor anderen. Ik was blij dat mijn ouders weer blij waren. Dat mijn vader weer zijn kind zag. Maar ik leefde niet voor mezelf. En gelukkig? Nee, niet gelukkig. Nee. Niet, nee, niet. Nee. Yeah.
Ik weet bijvoorbeeld dat heel veel vrouwen, in Iran ook bijvoorbeeld, heel graag willen lopen zoals ik loop. Ik bewonder ook gewoon hoe ze met de hoofddoek en alles proberen te presteren. Maar dit is mijn manier en niemand dwingt mij om te lopen waar ik wil lopen, hoe ik wil lopen. Nou, dus ik ben zelf de regisseur zelfs van mijn hardloop. De man van Marjan is cameraman en filmt op een dag het geweld van de veiligheidsdiensten tegen burgers. Hij wordt herkend en moet direct het land verlaten. Marjan blijft samen met haar twee jonge kinderen achter in Iran. Al gauw wordt ook voor haar de situatie zo gevaarlijk dat ze besluit te vluchten. Na vele mislukte pogingen weet ze een plaats te bemachtigen in het vliegtuig. Ik zat en ik keek om mij heen en ik dacht van, oh, het is gelukt. Ik zie het, ik vlieg en ik kom ergens aan. En dat was, ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat moment geen seconde heb aan gedacht van, en ik zal waarschijnlijk mijn familie nooit meer zien. Wel gedurende het proces, maar op dat moment was een soort delen van het succes met je, en vieren van het succes met jezelf. Het voelde ook een soort trots. Het is me gelukt. Wat ik heel snel heb gedaan, de eerste dagen dat ik in een asielzoekerscentrum was, naar een tweedehands winkel gegaan. Toen heb ik een woordenboek gekocht. Ik vind het heel erg jammer dat ik niet heb bewaard. Volgens mij niet eens voor 1 gulden toen de tijd. En een heel oud, echt beduimeld, duidelijk gezien, kon je zien dat het fel gebruikt was. Maar ja, voor mijn gevoel was dat woordenboek echt, nou, zitten alle woorden dat ik nodig heb om mij, nou, te kunnen uiten. En ik ben echt elke dag gaan zitten. Ik begon van A en ik leerde, stampte die woorden erin. Ruim 20 jaar na haar aankomst in Nederland is Marjan directeur van Stichting voor Vluchtelingenstudenten. Een stichting die hoogopgeleide vluchtelingen met een studie op weg helpt. Ik ben 23 jaar geleden hier geweest al voor eerst om mijn studiebeurs te krijgen. Nou, dus ik ben deze pand ingegaan met een studiebeurs naar buiten en gewoon vrolijk door de park heen lopen. En nou, en mijn studie afgerond, me hier afgemeld. En dan kom ik het weer 3 jaar geleden hier als directeur binnen. Nou, dat vind ik een heel fijn gebeurtenis. Hier heb ik mijn anker gegooid, ook in Almere. Ik voel me hier thuis. Ik heb hier mijn netwerk opgebouwd. Ik heb mijn familie verloren, maar ik heb hier nieuwe vrienden die voor mij als familie voelen. Nou, ik ben hier happy. De horizon is voor mij hoop, ongeëindigd, onverhinderd, zicht, uitzicht. Zien zonder gezien te worden.